Discriminatie. Een gedicht van Pina Jones van pinajones.nl uit 1980. Discriminatie. Je wist waar je aan begonnen was. Waarom moet ik dan nu van jou horen hoe je denkt over mijn ras? Ik werd niet gediscrimineerd om mijn huidskleur of omdat ik een ras zou zijn. Ik werd gediscrimineerd om mijn ziekte, epilepsie. Toen ik in 1974 een toeval van de epilepsie kreeg, toen ik in de eerste van de MAVO zat, toen was epilepsie nog taboe. Terwijl ik lag te spartelen, dacht de jeugd om mij heen, oh, Erwina is gek, want epilepsie was taboe, dus wat kon het anders zijn dat ik lag te spartelen dan gekheid. Dus Erwina is ziek, we gaan haar maar pesten. En toen werd ik enorm gepest. En aan de hand van die situatie heb ik dit gedicht geschreven. En ik heb toen, en het is wel iets later dat ik het gedicht schreef, maar het is dus autobiografisch. En ik heb toen besloten om nooit en te nimmer iemand ook te discrimineren om ras, ziekte of wat dan ook. Meer op pinajones.nl. Dank u wel. Zie ook omschrijvingsclip. Met zijn zuurstok ervoor. Ja, wat een lekker bordje, hè? Zie omschrijving clip.